Hallo en welkom op de Sofa met CK podcast voor de Boekencafé. Vandaag heb ik een zeer bijzondere gast in onze studio. En met heel veel plezier stel ik u voor aan Piet den Boer. Piet, welkom. Goedemiddag. Is het Piet of Pieter? Pieter, eigenlijk origineel Pieter, ja. Pieter, maar... Ja. Dus maakt wel Pieter van, dat klinkt ook een stuk intelligenter. Oké, well, laat ons aan Pieter dan houden. Ja, Pieter, wij kennen jou allemaal van voetbal. Je bent een ware legende in de voetbal. En vandaag wil ik het toch wel eventjes over jou, jouw leven hebben. Mm-hmm. En ook de boek dat je geschreven hebt. Hè. Maar misschien eerst beginnen met... Hè? Maar ik zal me een beetje voorstellen. Hè. Ja. Ja, inderdaad, ja. Ik heb het geluk mogen hebben dat ik wat gevoetbald heb in mijn leven. En dat was in de gouden jaren van KV Mechelen. Dankzij het goede team hebben we daar een geweldige prestaties geleverd, denk ik, 7 of 8 jaar. Waaronder een Europa Cup gewonnen. Ja, maar vertel eens, hoe was het nu juist? Want voor iemand die niks van voetbal weet... Ja, de KV Mechelen is eigenlijk begonnen in 1982. Met de heer John Cogé, vroeger de oprichter van Telindes. Waar ik ontzettend veel respect nog altijd heeft. En ik ken zijn vrouw nog altijd. Hij is helaas veel te jong overleden. En zijn kinderen ken ik ook heel goed. Die hadden het plan om Europees te gaan spelen met KV Mechelen. Ik ben vertrokken uit Nederland toen ik 22 was. Ik kwam bij KV Mechelen. En daar is in een periode van een kleine 6 jaar eigenlijk. Eerste 2 jaar leuk, plezant kampioen van tweede klas naar eerste klas. Dan een leuk jaar, dan een moeilijk jaar. En toen heeft men ingegrepen... En Aad de Mos is toen gevraagd om te komen trainen. En hebben een aantal spelers de club gekozen. Zoals Michel Perdomme, lijklijst is helaas al overleden. Allemaal bij KV. Allemaal bij KV. Erwin Koeman, grote namen. Mark Emmers. En wij hebben in 3 jaar, denk ik, iets neergezet wat uniek is. Nog altijd in de voetbalgeschiedenis. En dat is? Dat betekent landskampioenschap. Mm-hmm. Europese beker, dus de Europa Cup 2. De Supercup hebben wij gewonnen. Dus eigenlijk wat je kan winnen als team hebben wij gewonnen in die tijd. En dat was een geweldige periode. Ja, want je vertelt, er is een zeer speciaal moment waarin dat je... De enige goal, de beslissende goal in de laatste seconde? Of hoe was het? Nee, zo erg was het nog niet gelukkig. Nee, maar je hebt als jongetje heb je altijd een droom. Hè, dat je zegt van oké, ik wil voetballer worden. Dan wil je in een leuke elftal spelen. Dan wil je een keer scoren, et cetera. En ik heb dat mogen meemaken. Inderdaad, ja, ik heb mogen scoren in de finale van de Belgische beker. Tegen Luik. 1-0 gewonnen. Het leukste was, het jaar daarna speel je dan Europees. En gelijk het jaar na Europees heb ik ook mogen scoren in de finale tegen Ajax 1-0. En dat was wel in de 52e minuut, zo 53e minuut. Maar dat blijft natuurlijk altijd. Dat was ook de beslissende goal. Dat was de beslissende goal. En er is tot nu toe nog geen ene club die ooit nog een finale gewonnen heeft. Dus het is nog altijd de laatste finale die een Belgische club gewonnen heeft. Nu, ik heb het geluk gehad dat ik tegen die bal aan mocht lopen met mijn hoofd. En ik heb hem erin gekopt. Ja. Maar potverdorie, wat hadden wij een geweldig elftal. En dat was een verdienste van... De trainers, de spelers, de begeleiding en het hele elftal. Ja, en nu als het spits dan? Ik was een pure spits, ja, ik kon niet anders. Ik was geen grote voetballer, maar ik had denk ik een redelijk goede inzet. En daarnaast had ik af en toe het neusje voor de goal. En het voordeel met voetbal is dat je wint als je scoort. Ja. En ik was degene die af en toe scoorde. Dus ik heb ondanks mijn kwaliteiten heb ik een geweldige periode. Want ik ben daarna nog naar Bordeaux gegaan, naar Frankrijk. Met Raymond Goethals. In België natuurlijk een fenomeen. Die heeft mij gevraagd daar. Daar heb ik ook nog 1,5 jaar gespeeld. Dan nog 1,5 jaar in Caen in Normandië. Ja, en dan denk ik van als simpele gemeenteambtenaar toch in de voetballerij terecht te komen, is een soort jongensdroom. En het is niet makkelijk, want men verkijkt zich daarop. Er is ook veel stress en veel afzien. En heel hard werken. Heel hard werken en ook veel geluk hebben. Maar achteraf kan ik zeggen van ja, het was een plezante tijd, ja. Ja. Je spreekt ook over geluk als rode draad in je leven. Ja. Is het geluk hebben of geluk een beetje afdwingen? Nou, ik denk dat je wel geluk kan afdwingen, zoals men altijd zegt. Maar je moet ook veel geluk hebben. Je moet niet gekwetst raken. Chance hebben. Ja, natuurlijk. Je moet niet gekwetst raken. Je moet niet de pech hebben dat je net op het verkeerde moment een bal raakt. Ik denk dat, en daar waarschuw ik ook altijd jonge voetballers voor. Er zijn, denk ik, 10.000 jonge voetballers die willen eerste klas spelen. Daar lukken er maar 4 of 5 of 6 van. En dan zijn er van die 6 misschien 1 of 2 die de top halen. Dus je leest ook tegenwoordig boeken van spelers die
of uit het leven stappen, omdat ze in de voetballerij gezeten hebben. Dus het is ook niet zo dat je nu in een lui lekker land terechtkomt. Nee, ja, uiteraard. Misschien kunnen we daar eventjes bij stilstaan, want onlangs heb ik ook gelezen in een interview van een psycholoog, dat hij zegt, ja, dat de jonge voetballertjes, die leven zeer intensief, 10 jaar, vooraleer dat ze al dan niet in de beloftes kunnen geraken. Mm-hmm. En als dan iets voorvalt, en meestal valt iets voor, en meeste raak je ook gewoon niet door, ja, dan val je in een zwarte gat. En dan ja, maar de structuur valt daar ook weg, hè? Ja, maar dat is het grote gevaar natuurlijk, hè? En ik heb geluk gehad dat ik pas 21 was toen ik betaald voetbal ging spelen. Daarvoor mocht ik werken voor een stad in Nederland, Rotterdam. Dat is vandaag tegenwoordig niet ondenkbaar, hè? Dat is tegenwoordig moeilijk, want tegenwoordig ben je van 13, 12, 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar. Maar het grote gevaar is inderdaad dat je daar ene kant de druk van buitenaf, ene kant de druk van de ouders, dat je op een bepaald moment jezelf een toekomstbeeld geeft wat misschien niet haalbaar is. En dat is verschrikkelijk. Ja. Alleen dit lees je nooit in de gazette, dit lees je nooit in boeken, af en toe in boeken, maar nooit wordt dat benadrukt, omdat men altijd kijkt naar de toppers die op dit moment rondlopen en de mooie verhalen. Maar mensen zien één verhaal. Aanschuld. Ja, natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En zeker naar kinderen toe. Er is een tijd geleden een reportage geweest op Nederland over kinderen die dan af moesten haken. Ja, dat was verschrikkelijk voor de kinderen, maar ook voor de ouders. En daar moesten ze ook hulp bij zoeken. Dus ja, je moet veel geluk hebben om net dat topje te bereiken. Ja, als je het bereikt is geweldig. Maar ja, houd rekening, want de 1000 zijn er maar 999 die afvallen. Ja. Ja, en hopelijk voor hun dan dat dat toch wel een entourage is die de kinderen kan opvangen. Want de kinderen die kennen ook geen andere leven dan voetbal, hè? Nee, maar dat, kijk, het is een soort jongensdroom die ze probeert te verwezenlijken en die komt dan niet uit. Ja. En probeer dan maar een andere weg te vinden. Kijk, vroeger had je dat bij wijze van spelers die een bepaald moment 32 of 33 waren. Die dan financieel, ja, in mijn periode was het allemaal niet zo geweldig financieel. Maar dat je dan toch een gat moest zoeken van 30 jaar om te overbruggen. Tegenwoordig, kinderen van 5, 6 jaar, die worden 6 keer per week naar de training gebracht door de ouders. En op 16 jaar haken ze af. Ja, begint er dan maar aan, hè? Als misschien de school opgegeven is, et cetera, et cetera. Dus wees voorzichtig en gaat er heel goed mee om. En ik denk dat de ouders daar verschrikkelijk belangrijk in zijn. Ja, en vooral zorgen als ouder misschien dat je niet je eigen dromen projecteert op je eigen kind. En dat is niet makkelijk. Nee. Dat is een hele moeilijke opgave. Maar blijf relativeren. En ziet sport als een uitlaatklep voor de kinderen. Met vrienden en et cetera. En laat ze het maximale proberen te behalen. Maar blijf relativeren naar je kinderen toe. Van moet je eens luisteren. De kans is klein. Maar als je het redt, heb je een geweldig werk geleverd. Ja. Het is ook misschien makkelijk gezegd, maar dan heb je ook nog een kant van de trainers en van de clubs die eigenlijk ook hetzelfde verhaal vertellen. Werk hard voor dat. Ik denk dat niet andersom gekaderd. Nee, maar ik denk dat wel trainers op topniveau, of laten we zeggen bij topclubs, de spelers wel goed begeleiden en goed ook informeren van wat de situatie is. Ik denk ook dat ze ook wel de kinderen leren relativeren en ook naar school laten gaan tegenwoordig. Dat vind ik ook wel belangrijk. Maar de belangrijkste taak is, denk ik, als kinderen afvallen of net het geluk niet hebben dat ze dat kleine stapje niet kunnen maken naar de top. En dat zijn er veel. Ja, dan moet je als ouder klaar staan en dan moet je zeggen, moet eens luisteren, die ambitie is niet gelukt. Maar de hele wereld staat nog open voor andere ambities. Ja, ik heb je ook al verteld, ik heb ook een zoon die voetbalt. En ik zeg hem op dagelijkse basis, het leven ligt voor je voeten. Je kunt doen wat je wilt. Er is leven buiten de voetbal. Maar uiteraard, zolang dat jij je eigen droom wilt, hè, ja, en je eigen passie wil en een doelstelling wil gaan halen, zal ik je steunen en samen met mijn man. Dat moet je ook zeker blijven doen. En ja, er is niks mooier als jonge gast, en ik mis het nog altijd, dat je daar het veld op mag en dat je daar achter de bal aan loopt te knippelen. En als ouder is het ook mooi om te zien. En het leven gaat heel snel. Dat merken we ook wel. Maar geniet van elk moment dat je achter die bal aan mag lopen. En dat je gezond bent. En dat je de mogelijkheid krijgt om daar te trainen. En doe daar je uiterste best voor. En kom je dan net dat stukje talent tekort. Dan moet je nog terug kunnen denken van, ik heb wel ontzettend veel plezier gehad. Ja, ja. En ook, er is ook niks mis mee in tweede of derde klasse te spelen. Nee, maar dat is makkelijker gezegd. Ik ben blij dat u het zegt. En ik vind u een hele nuchtere ouder, denk ik. Maar het zijn natuurlijk, je moet nu op een bepaald moment moet je natuurlijk wel kunnen zeggen van, moest luisteren, mijn zoon is afgehaakt in eerste klas. Hij speelt nu derde klas. Ja, dat is soms lastig.
Maar daar... Het is zeker geen afgang, zo zie ik dat niet. Het is gewoon een realiteit. Er zijn maar zoveel plaatsen. Ja, maar u bent denk ik heel nuchter. Maar je leest ook boeken dat het soms niet nuchter is. En je leest ook boeken van echt topspelers. Maar je ziet ook nu met de reportages op tv. Hè, er zijn nu een aantal volleybalsters. Die gaan nu terug benoemen hoe een trainer geweest is. Dat hij op het randje geweest is, et cetera. Ik heb er wat moeilijk mee. Want nogmaals, dat was in die tijd topsport. En ik kan ook wel boeken schrijven erover. Maar dan zit je in die flow en misschien heb je dat af en toe nodig. Of misschien is het niet de goede aanpak. Maar dat is ook een beetje topsport. Ja. En ik denk wel dat ze dat kunnen verbeteren. Maar ik denk nooit dat je moet terugkijken naar de periode dat je zelf sport gedaan hebt. Ja, ja, voilà. Hoe was het trouwens voor jou, die begeleiding toen je jonge voetballer was? Je hebt ook een prachtige verhaal van je vader, Piet de Boer. Ja, nul denk ik. De begeleiding was, mijn vader en moeder waren super enthousiast. Ik heb ook heel lang gespeeld bij een amateurvereniging in Nederland. Wat om de hoek was. Hè. Vroeger heb je de fiets naar het voetballen toe en daar waren trainers die waren niet hoog genoteerd. Maar je had wel plezier. Dus mijn vader en moeder waren de grootste fans. En ik ben ze nog altijd dankbaar voor dat ze in de periodes dat ik niet op mijn fiets wilde zetten om te gaan trainen. Omdat het regende, dat ze me toch vertelden van je moet nu gaan trainen. Omdat ze jouw talent wel zagen? Nee, totaal niet. Want talent, wat is talent? Ik ben altijd op een laag niveau begonnen en pas in het tweede jaar kwam ik in het hoogste elftal. Dus ik heb een heleboel voetballers gezien die veel beter waren dan ik. Alleen, ik ben op een bepaald moment heb ik het geluk gehad dat ik mijn kwaliteit te scoren en hard werken kon combineren met wat geluk. Ik blijf erbij, er is een geluksfactor bij. Maar mijn vader en moeder waren content en ik weet dat mijn vader eigenlijk op zijn sterfbed gezegd heeft van moest luisteren, het mooiste moment wat ik in mijn leven heb meegemaakt, en dat blijft ook in je gedachten zitten, is dat hij in de trein zat naar Straatsburg. En hij was uitgenodigd door KV Mechelen toen. Maar vooral de terugweg. Hij is poepeloeren zat geweest. En iedereen vloog om zijn nek heen. En dat is ook het betrekkelijkheid van het voetbal natuurlijk. Ja. Maar dat was voor hem het mooiste moment in zijn leven. Dat, ja, dat doelpunt natuurlijk tegen Ajax. En al die blije supporters. En dan ben ik toch wel een beetje kippenvelachtig. Dat ik zeg van ja, daar ben ik dan heel trots op. Ja. Maar ik denk dat elke ouder trots op zijn kinderen is. Want ik heb ook twee mannen, twee zonen. Het maakt niet uit wat ze doen. Ik ben er ook trots op. Ja, zijn zij voetballer? Nee, dat is de bekende vraag. Hè? De bekende vraag. Nee, mijn oudste zeker niet. Die werkt trouwens in de stad Gent hier, communicatie. Nee, die doet zijn job denk ik heel goed. Ook heel ambitieus. Dus hele intelligente jongen. En die jongste heeft wel wat gevoetbald. Maar die heeft toen de switch gemaakt naar fysiotherapeut. Die zit nu in Zwitserland ergens een berg te beklimmen en te skiën. Maar die doen op hun gebied doen ze het uitstekend. En nee, ik heb nooit de drang gehad. Zeg, je moet voetballer worden. Het is zelfs soms lastig. Ik was met mijn jongste. Paar jaar getraind met een elftalletje. Ja, en dan zag je ook mensen om de lijn staan die hem eigenlijk uitscholden omdat ik erbij stond. En dan denk ik van ja, dat is toch een nadeel. Maar ik ben er super trots op. En wat ze ook doen, ja. Als ze maar gezond blijven en als ze het naar hun zin hebben, dan dat zijn twee toppers. Ja, fijn om zo'n vierde vader te zien en dat hij ook zo eigenlijk nuchter mee omgaat over... Ja, ik heb de nuchterheid geleerd van mijn ouders. Hè. Wat ik zeg, mijn ouders hadden niks. Mijn vader was havenarbeider. Mijn moeder was af en toe een kuisvrouw. En ik was enig kind. Maar ik had wel een familie om me heen die ongeveer dezelfde leeftijd waren. Want mijn moeder was de oudste van 13 kinderen. En die hebben altijd hard gewerkt. En ik heb altijd simpel geleefd. En mijn ouders waren ook simpel. En ja... Als ik dan achteraf ziet dat ik het geluk gehad heb dat ik naar België mocht verhuizen en wat kon voetballen. En ook daarna ben ik natuurlijk in de banksector terechtgekomen. Dat dacht men ook van binnen een half jaar is die eruit. En ik heb er 21 jaar gewerkt bij ABN AMRO België. Wat nog altijd met plezier, moet ik zeggen, mijn werkgever was. En voetballer die bankier wordt, dat komen we niet zoveel. Nee, dat is een mooi verhaal. Hey. Hè? Maar ik ben benaderd na mijn periode bij het voetballen eigenlijk. En toen ben ik benaderd door iemand uit de bankwereld. En die zegt, wil je dat niet doen? En zo ben ik automatisch doorgerold. En ik heb het 21 jaar gedaan. En ik ben nog in principe een stukje werkzaam voor de bank. Een stukje PR, omdat het een mooi bedrijf is. En ja... Eigenlijk. Misschien moest ik van bank veranderen. Ik denk dat je zeker bij Amro België. Ik ga reclame maken. Amro België. Nee. Maar het is gewoon een goed bedrijf. En ik weet dat de mensen. Ik ben een tijdje alleen nog geweest. Het is gewoon een goed bedrijf. En ik ben inderdaad trots dat ik daar de kans heb gekregen. Dus ja, ik ben ook blij dat ik dat gedaan heb. Omdat je dan ook weer een brede visie krijgt over de wereld. In plaats van alleen maar die bal met zijn zoveel vlakken. Ja.
Want we hebben ook uiteraard een heel mooi verhaal van het leven van je vader. Mm-hmm. Dat je ook heeft altijd geholpen om alles in de juiste perspectief te zetten. Ja. Ja, ja, mijn vader is natuurlijk ja, de simpelheid zelf. En mijn vader heeft in de oorlog, dat heb ik pas achteraf geweten. Na zijn sterfbed heb ik dat verslag gelezen. Ja, die man die is in de oorlog in 1941 weggehaald naar Duitsland voor een werkkamp. Heeft in concentratiekampen. Ja, werkkampen, of, ja? Concentratiekampen. Ja? En die heeft daar zo afgezien en die was eigenlijk doodverklaard. En die werd in de lijkenput gegooid. Oh, wauw. En die is er uitgekropen. En die is met de trein dan een stukje ontsnapt. En die is dus eigenlijk gewoon kunnen vluchten. Ja, kunnen vluchten uit de lijkenput. En dan naar Nederland toe. Dan is hij daar twee jaar later weer opgepakt. Weer naar een vluchtelingenkamp. Hij kon gelukkig goed mondharmonica spelen. Dus hij mocht in een orkestje zitten. In wat zitten? In een orkest. In een soort bandje. Ja, een soort bandje mocht hij zitten. Dat is zijn redding geweest. Maar hij had altijd zo'n klein vierkant plaatje op zijn hoofd, zo'n soort littekentje. En achteraf bleek dat men daar wel van denkt dat hij er ook geëxperimenteerd is met hem in de tijd van ja, de Duitse kampen, van wat doet men? En dat is nooit bewezen geweest, maar toen ik dat verhaal las, ja, dan denk ik van Piet, je bent geboren in Rotterdam, je had geweldige ouders, oké, je opleiding, ik ben bij wijze van spreken Timmerman metselaar van opleiding. Heb ik nooit gedaan. Dan heb ik altijd redelijk wat geluk gehad met mijn job. Dan heb ik de voetbal gehad. Dan ben ik teruggekomen in de bank. En ja, ja. Dan zie je hoe. Maar heb je het eigenlijk niet slecht hier? Ik heb het niet slecht, nee. Alleen, ja. Ik zeg 2 jaar geleden heb ik natuurlijk ook een klap van de hamer gehad. Over, en daar gaan we het zo over hebben. Maar dan zie je dat gezondheid het belangrijkste is in je leven. Ja, en carpe diem. En dat je heel kwetsbaar bent. Dat je heel kwetsbaar bent. Ja. Als het goed gaat, dan denk je dat je, als je gewoon in de rij loopt en het is allemaal goed en wel, het is mooi weer, alles erop en eraan, denkt iedereen, ah, het gaat goed, mij overkomt niks. En dan merk je pas dat je mensen tegenkomt die de andere kant van de medaille kennen. En dan praat ik over Marieke Vervoort, die ik heb leren kennen, met een geweldig verhaal. Dan praat ik over alle G-sporters die ik af en toe tegenkom met mijn voetbalgebeuren. Dan praat ik over mijn foundation, waar we af en toe voor goede doelen wat doen. Dan denk ik, ja, als je soms in zo'n negatieve cirkel terechtkomt, dan ben je heel kwetsbaar. En dan heb je de hulp nodig van andere mensen. Ja. En ik denk, ja, wat is mooier dan mensen helpen en teruggeven, aan de maatschappij. Want ik heb het geluk gehad dat ik een doelpunt heb mogen scoren in de finale. Ja, wel, ik denk dat dat meer als dat is. Want dat de persoonlijkheid en de ja, dat weet ik niet. Ik zal ook mijn fouten hebben en ik ook mijn vergissingen en alles erop en eraan. Maar ik vind het heel leuk om mensen enthousiast te maken, mee te krijgen in een verhaal. En dat lukt tot nu toe redelijk, want ja. Flatterbabbel, dat heb je wel, hè? Ja, maar zijn die Hollanders. Die Hollanders die lullen altijd. Ja, maar ik ben graag bij Holland. Dus ik heb bij KLM gewerkt 4 jaar. Ja, ik heb gelezen, compliment, ja. Ik vond het super, super. Het is recht aan toe. Je weet wel, gaan toe, bent, dan doe je het. Ja, dat heb ik wel wat afgeleerd, denk ik. Want een Nederlander is soms ook, mijn zonen zeggen ook. Een beetje te direct. Ja, mijn zonen zeggen ook van, ik wil een Nederlander zijn. Maar inderdaad, ja, het is. Ik heb geprobeerd de combinatie te maken van de 2 culturen en daar doe ik met veel plezier. Ja, en dat is het juist. Als je beide kent, kan je het beste plukken van de beide en begrijpen waarom dat Nederlander. Hè? Nou, ik denk zo dat je daar ook, choice, je haalt ook veel uit je voetbalcarrière. En ik heb natuurlijk goed als meegemaakt, maar ook Aad en Mos. En daar was een combinatie van Nederlanders en Belgen. En dat was gewoon een top elftal. En als voetballer leer je achteraf wel zien van hoe je een team kan smeden en hoe je naar 1 doel kan werken. En daarvoor in elke interview waar ik geef over ik veel, op het moment dat ik zeg, bedoel ik eigenlijk wij. Want wij kom je veel verder als alleen ik. En zo zou de wereld in elkaar moeten steken, want op dit moment is het alleen maar ik en niet meer wij. Ja, dat is echt helemaal. Ik denk dat je zo heel veel goede zaken kunnen doen met de trainers, de kinderen trainen. Want, Ja, er is niks mooier. Ik denk dat je ook veel kan bereiken door motiveren en positieve aandacht te geven, dan andersom. En sommige trainers kijken alleen, maar het is niet goed. Ja, maar dat is natuurlijk ook een beetje de kentering van vroeger. En nogmaals, wat is het beste? Dat zal achteraf blijken. Maar inderdaad, tegenwoordig zeg maar, je moet alles positief benaderen. En je moet alles goed uitleggen. Dat is inderdaad zo. Maar ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ik heb ook in mijn periode, toen ik nog voetbalde, ook eens een trainer gehad, die zegt van dat of dat op dat. En daar ben je ook gemotiveerd van. Dus we moeten ook niet te veel pamperen af en toe. Af en toe moeten we wel zeggen van, hey, denk eens anders. Maar dat is niet meer makkelijk tegenwoordig. Nee, en ook zeker in de voetbal denk ik dat daar heel veel
individuele interesse en doelen zijn in een ploeg van 11 die dan spelen. En dan moet je het als trainer ook een beetje kunnen verenigen. Ja, maar dat is niet makkelijk, ja, hè? En ik denk dat we deze week het voorbeeld gezien hebben bij de Gouden Schoen. En ik kom er niet graag op terug, maar als ik iemand hoort zeggen, ja, ik ben de beste, kijk maar naar de statistieken en ik moet hem winnen. Ja. Met alle respect. Ja. Ja. Maar is dat alleen persoonlijkheid, denk je? Of is dat ook een beetje waar misschien de opvoeding en een ja, ik kan er niet over oordelen, want daar ken ik niet te veel van. Maar gewoon de houding en de uitlating op zich vind ik heel, heel kwetsbaar. Heel en niet sportief misschien? Ja, dat moet, ja, sportief bestaat er op dat niveau bestaat misschien geen sportiviteit of respect naar anderen toe. Maar ik kijk puur even naar de opmerkingen van, ik heb de statistieken gezien en ik heb alle dingen gezien en ik ben de beste. Ja. Ja, daar heb ik het wat lastig mee als iemand dat zegt op zo'n jonge leeftijd. Want er komen nog 45 jaren dat hij zichzelf nog moet bewijzen. Ja, maar dat zal hij wel ontdekken, denk ik. Ik hoop het voor hem, want het is een weergeloze speler. Daar heb ik geen problemen mee. Het is een leuke voetballer om te zien en een geweldige voetballer. Maar ja, misschien word ik nu een oude man, maar als ik dan zo'n opmerking hoor, dan schaam ik een beetje dat ik voetballer ben. Nee, maar ik denk dat er wel al inzicht op zich... wat doe ik? Hoe doe ik het? Hoe presenteer ik me? Hoe ga ik om met de mensen? Misschien ook voor sommige jonge spelers later komt. En dat ook veel afhangt, niet alleen van je eigen persoonlijke, maar ook van de entourage. En wie zit daar rond en hoe wordt daarmee omgegaan met de successen en met de minder goede momenten? Ja, dat maakt u ook als persoon, hè? Ik denk het wel, ja. En ik denk überhaupt in het leven dat... Elke succesverhaal is niet toeval. Het is altijd een teamwork met misschien een voor. Ja, nee, je kan een verschrikkelijke uitblinker zijn. Alleen, maar je hebt je team nodig. En jouw team zorgt dat jij de beste wordt. En dat kun je ook vanuit de voetbal of sportsverhaal ook naar andere zaken. Naar bedrijfsleven overal. Bedrijfsleven. Ja, altijd een sterke team. Ja. Dus zie ook de beperktheid in van zo'n gebeuren. En wij ben je veel sterker. En ja, misschien omdat ik zelf wat gevoetbald heb. En ik weet hoe sterk mijn team was. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Mooi, kijk eens aan. Piet, vandaag hebben we het ook, gaan we het ook een beetje hebben over een boek dat je samen met Luc Colmon geschreven hebt. Hè? En dat is Helden met darmkanker. Ja, nee, dat is eigenlijk een apart verhaal. Ik had 4-5 jaar geleden heb ik ook een boek geschreven, hè, over mensen met een beperking. En dat noemde ik 40 sporthelden met een beperking. Dat heb ik toen verkocht naar een aantal bedrijven toe. Ik zeg, willen jullie een aantal exemplaren kopen? En ik heb het boek zelf betaald. En de opbrengst ging naar G-Sport Antwerpen. Dat was eigenlijk een redelijk succes. Maar is dat G-Sport Antwerpen? Ja, is dat jouw foundation? In die tijd, die heeft de G-Sport Antwerpen. Dat was vroeger G-Sport Antwerpen. Dat wordt binnenkort G-Sport Vlaanderen. Ook veranderd. Maar die hadden dus... en ik heb die mensen ook zover gekregen. Ik had mijn bank meegekregen. En ik zeg, nou weet je wat, misschien kunnen we een boek schrijven. Ik heb toen de gebroeders Willems gebeld, u ook wel bekend. Raf Willems van de Willemshoutgevers, ja. Ik zeg, is dat een leuk idee? Want hij vond het wel een leuk idee. Ik ben dan zelf op zoek gegaan naar geld om het te betalen. Dat is een combinatie van CEO's die hun verhaal vertellen en de sporters. Henk van Kouwenberg, u ook wel bekend, denk ik. De modefotograaf zegt, Piet, ik wil het ook voor jou doen. Dat geluk heb ik af en toe. En dat was een geweldig boek. En toen, 3 jaar later, kwam ik Luc Colmon tegen. En ik heb ontzettend veel respect voor dokters en voor specialisten. En zelfs voor huisdokters of verpleegsters. En dat is heel simpel. Men denkt altijd, dat of dat of dat. En men kan er ook op zagen. Maar op het moment dat je bij een dokter binnenstapt, die maakt een levensbelangrijke beslissing voor u. Ja. En dat wordt onderschat. Ja. Als ik dan weet dat Luc Colmon daar zijn hart en ziel met zijn lezingen, en ik heb er een paar bijgewoond, dan denk ik van respect man, je kan ook gewoon rentenieren en je kan in Italië gaan zitten, wat hij ook heel graag doet, dat weet ik, maar je kan ook dat doen. En ik was zo onder de indruk en we waren allebei voetballiefhebber. Ik zeg, Luc, kunnen wij samen geen boek maken? En dan maken we het na helden met, of sporthelden met een beperking, helden met darmkanker. Ik zeg, dan gaan we kijken wat we kunnen doen. En toen kwam het idee van, ja, oké, we pakken 5-6 bekende mensen en een aantal onbekende verhalen. En vooral proberen de motivatie te vinden voor mensen die darmkanker hebben, om te kijken, hoe kan je er bovenop komen, hoe kan je het proberen te overleven. En misschien nog zeer belangrijk, preventie van darmkanker. Ja, zeker, omdat de lezingen die hij gaf, ik heb ook regelmatig lezingen meegemaakt, ook na het boek. Ik ben zelf een voorbeeld dat ik de preventie pas te laat gedaan heb. Tot nu toe heb ik het geluk dat ik er doorheen
gerold ben. Hè? Weer geluk. Bedoel je testen? Nou ja, nee. Luc zei tegen mij, moet je een keer laten testen. Moet je een keer laten testen. En ik heb dat toen niet gedaan. En ik zei, nou, ik ga het een keer doen. En een vriend van mij is huisarts. Hij zei, ja, we gaan het een keer doen. Maar op een bepaald moment was het toch een beetje bloedarmoede. Ik denk, nou, ik ga toch naar het ziekenhuis. En toen was het like bingo. Ik had die 20 centimeter weggehaald bij mij. En ik zal u eerlijk zeggen, dat zijn de vier slechtste dagen van mijn leven. Want op het moment dat jij te horen krijgt, zeg maar, al die onderzoeken doen, dan moet je God op je blote knieën denken, zoals danken, zoals ze in Nederland zeggen, dat je geen uitzaaiing hebt. Ja. Nou, ik heb het geluk gehad tot nu toe. Moest dat toen snel gaan, de operatie? Nou? Ja, binnen 2 weken, ja. Okay, ja. Dus er is toen 20 centimeter afgehaald. Ik heb tot nu toe het geluk gehad dat ik ook geen chemo heb gehad en zulke dingen. Luc is ook bij mij op bezoek geweest, dus dat is geweldig. Heeft hij u behandeld? Hij heeft me niet behandeld, nee. Hij is uitbehandeld, maar hij heeft wel de juiste dokter aangewezen. En ja. Ik heb geweldige mentale steun van hem gehad, laten we het zo zeggen. Maar dat was eigenlijk in de tijd dat jullie boekingen samen schreven. Nee, dat was al af. Dat was al af. Dat was een jaar, een jaar af. Ja. Okay. Dus ik heb al die verhalen gezien. Dus ik kon exact weten welke fase ik zat, bij wijze van spreken. Ja, maar eigenlijk was Luc toch een beetje een uw engel die u heeft blijven. Ja, maar Luc, ga je testen. Maar Luc is een held. Nogmaals, ik vind iedereen die dat doet en iedereen die daar moeite voor doet en zodanig, zoals ze mooi zeggen, de boer op gaat, maar ik bedoel, zo dadelijk naar lezingen geeft. Ja, de totale respect als ik weet dat ik het boek met hem geschreven heb. En ik kom hem nu nog regelmatig tegen. En ik ben blij dat ik hem ooit heb leren kennen. En ik ben blij dat ik hem ontmoet heb, ja. Ja, Luc Colmont is echt, ik heb hem hier geïnterviewd. En ik vind hem echt een fantastische persoon. Dat is een geweldig mens, ja. En ik heb zo gepassioneerd voor over mensenlevens te redden en dat preventie stopt dan. Laat je testen, doe de test. Ja, ik heb zelf ook lezingen georganiseerd dat ik hem gevraagd had. En ik heb bij mijn bank, vroeger bij mijn bank, heb ik ook een test gedaan. Heb ik gezegd, jongens, we gaan die lezing geven en dan gaan we allemaal testen. En af en toe krijg ik nog een mailtje van, hey, ik heb de test gedaan. Ik had 1 polyp, bedankt, het is weggebrand. En dus het is een hele kleine ingreep. En ik heb nu ook mijn oudste zoon die in Gent woont. Die ga ik ook even laten testen voor de zekerheid. Testen is van levensbelang. Ja. En, maar blijkbaar heb je toch wel de 10 jaar tijd tegen dat kanker zich ontwikkelt, totdat dat eind. Als er een polyp in je darmen zit, dan heb je 10 jaar de tijd. Ja. Maar bij mij was mijn polyp al zodanig dat er al een gezicht, een arm en een voet aan zaten. Dus dat was al een gezwel. Dus, ja, maar dat wil ook zeggen dat als mensen toch de test doen, dat het tijd is en de moeite is om dan die test te gaan doen. Ja, discussie, je moet de test doen. Ja. En vertrouw je het niet, ga dan naar het ziekenhuis en vraag een volledige test. Maar op het moment dat je de kans hebt, Luc hamert daar echt op, doe het. Maar ik heb het ook gelezen van mensen, vrouwen met borstkanker, die doen hetzelfde. Er zijn heel mensen die alle mannen met borstkanker, die dat. Ja. Dus ja, als ze de mogelijkheid hebben, doen. Ja. In België is het vanaf 50 jaar wordt die test denk ik opgestuurd, per post zelf. Dus het is maar een kleine moeite om die test te doen. Dus bij deze, al onze kijkers en luisteraars, doe de test. Hè? En ik denk zelfs als je ouders hebt die ook daar helaas de gevolgen van hebben, dan denk ik, als je 40 bent of 50, ga naar je huisarts en vraag een inderdaad onderzoek. Ik was er ook bang voor, maar je slaapt en een kwartier later word je weer wakker. Doen. Ik kan alleen maar aanbevelen. Voilà. Lieve mensen, doe de test. Dat kan je misschien ook een leven redden. Ja. Om iemand die je kent, uiteraard. Ja. In het boek Helden met Darmkanker, waar we het vandaag hebben, hebben we toch een aantal bijzondere verhalen van mensen die daarmee te maken hadden. Ja. Je hebt het over Everett Winkelmans misschien, iets dat er nou onder hart ligt. Ja, ik heb eigenlijk 2. Anneke uit Gent, een dame, 3 geweldige dochters. Aan de Wimpen? Aan de Wimpen, ja. Aan de Kimpen. Aan de Kimpen, sorry. Ja. Een geweldige dame, die woont in Gent. Ook een levensverhaal, echt in de slechtste fase gezeten ooit. Alles doorstaan, alles overleefd. Spontaan, leuk, een geweldige vrouw. Het gaat nu weer goed met haar, heb ik begrepen. Maar als je dat verhaal leest, dan krijg je kippenvel. En dan denk je, ja, hoe oud ben je dan? En dan praat je over 35, 40 jaar, dat is niet oud. Stel met Even Winkelmans, een jongen die trouwens het programma De Deklat, de productiemaatschappij De Deklat heeft, die onder andere de kleedkamer maakt op tv.
En ook podcast voor Telenet altijd. Op zeer jonge leeftijd. Ja. Die heeft op, ik denk hoe oud was even, 30 of zo denk ik, ook fase 4 gezeten. En ik heb hem toen leren kennen. En toen was hij echt in die fase dat hij geopereerd moest worden en zulke dingen nog meer. Ja, dan ben je blij dat zo'n jongen het gelukkig allemaal goed gedaan heeft. En dan is dat een verhaal waar je kippenvel van krijgt. Ja. En daar zie je weer. En nogmaals, het is een beetje mijn stokpaardje. Het gaat allemaal goed. Maar we lopen allemaal op een heel dun koord. En we zijn zo verschrikkelijk kwetsbaar. Dat betekent niet dat je depressief moet worden. Maar we zijn verschrikkelijk kwetsbaar. En als je dan zo'n jonge gast ziet die de pech heeft. Dan zeg ik, ja, ik heb geluk gehad dat ik een doelpunt heb gemaakt met mijn hoofd. Maar hij heeft de pech gehad. En dat kan je niet afdwingen of dat kan je niet voorspellen. Dat is gewoon zo. Ja. Dus ja, het zijn mooie verhalen. Het zijn ook inspirerende verhalen. En met Luc heb ik het ook meegemaakt over. Ja, helden is misschien een mooi woord. Want ze hebben ook wat geluk gehad. Maar ja, ze zijn wel altijd blijven knokken en blijven strijden. Kijk eens aan. Heel mooie boeken, mooie verhalen, inspirerende verhalen. En zoals u zelf en uw persoonlijkheid, ik vind het vandaag fantastisch dat u naar onze studio kon komen. Nee, graag gedaan. Ja. Ik wil u ook bedanken voor uw komst. Ja, ik weet het niet. Ik vond het ook heel aangenaam. Dus ik hoop dat het interessant was. En laten we de twee regels die we net genoemd hebben nog eens een keer halen voor alle kijkers misschien van... Wij... Aan u de eer. Oké. Ja, nou blijf relativeren. Wij is belangrijker dan ik. En maak als je iets terug kan geven aan mensen om je heen. Dat betekent niet altijd geld. Geef dat terug. En wees trots in een situatie waar je op dat moment in zit. Ja, voilà. Bij deze mooie woorden sluiten we af. Dank u. Graag gedaan. Voor uw komst. Vandaag Piet den Boer. En Seca Dobrich checking out.